Ruud en Leo uit Hallo doen mee aan de Garbage Run in Oost-Europa. De autorally van zo'n 2500 kilometer rijden ze met een barrel van 500 euro. Nou, de remmen waren niet alles. Platen ingelast voor, uh, vanwege de balken die verrot waren. Vering van de Amerikanen ondergezet, die is even stugger. En dat gaat hij wel volhouden die vijf dagen dan? Nou, dat gaan we hopen. <laughs> de Garbage Run is een rally vol met gekke opdrachten. Het is een challenge. Dus, ik weet dat ze vorig jaar uh, kregen ze de opdracht om een uh, Ikea-pak ergens op de kop te zien tikken. En ze moesten geloof ik ook uh, bij een, bij een tv-station of zo moesten ze als eerste erop zien te komen met die auto. Dat soort gekke dingen. Dus voor de rest, geen idee. Nou, we starten natuurlijk in München maandagochtend. En, uh, we gaan een stukje door Oostenrijk, dan gaan we Slovenië in, Bulgarije, Roemenië, uh, Hongarije en ja, daar eindigen we. Het is een uitdaging en we hebben er een goed doel aan verbonden. Dus uh, al met al maakt het gewoon heel interessant. Voor de stichting die kinderen met een beperking steunt is al meer dan 5000 euro binnen. Daarvoor moeten de mannen wel een hele week lief en leed delen in de auto. Nou, als we pech krijgen, hebben we nog slaapplaatsen achterin. Dus dan gaan we lekker cozy tegen elkaar weg. Want het is koud. We hebben 1 meter 23 ruimte, dus dat moet makkelijker kunnen. Het wordt waarschijnlijk al een lepeltje, maar dat is dan maar niet anders.